mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSPD voor Amor en vandaag gepraat met Wim, met Tyran 2016, gemaakt door ministerie van Mods, met de GoPro om en met de taser die aan onze broek, of in principe broek, maar aan ons been vast zit gemaakt, zeg maar. We gaan vandaag de avonddienst in we zijn al een tijdje bezig, maar we hebben nog geen melding gehad, dus we dachten laten we de vlog, hè, want we noemen dit gewoon even een vlog, gewoon in het midden van de avonddienst beginnen, want de zon gaat er langzaam onder. Dus we gaan kijken wat het onze rest nog gaat brengen. We gaan nog even het voertuig controleren, speciaal voor jullie, en dan gaan we lekker de straat op. Voor de rest geen bijzonderheden om te melden. Er gaan er wat witte stipjes voorbij rijden. Natuurlijk ga ik proberen pas ze aan te spreken en een stopteken te geven op het moment dat ik ze ook echt iets zie doen. Maar dat is altijd moeilijk, want je weet toch van oké, een wit stipje, dus er is sowieso iets mee. Maar goed, voertuigcontrole en dan gaan we lekker de straat op. Citizens reporting a possible 480. Rijdt alsjeblieft prio 1. Of nee, toch niet, want we krijgen een prio 1 melding. Prio 1 melding tijdens het voertuigcontrole kan natuurlijk. Dat betekent niet dat we daar niet naartoe kunnen gaan. Stuurbrandje. Een eenzijdig ongeval is hier gebeurd. We gaan even beide weghelften afzetten. En we gaan even pionnetjes pakken. Dat is geloof ik met F6, hè? Ja. Wat jouw beste afzetting ever! Kijk eens joh, kijk eens wat een mooi pionnetje allemaal. Hoppakee. En hoppakee. Zo, en dan gaan we op G en dan stopt voor even hier zo. En dan gaan we snel kijken bij de beste mevrouw zo te zien. Mevrouw, goeiedag, kunt u mij horen? Mevrouw kunt mij niet horen, wil ik zeggen. Mevrouw kan mij niet horen. We gaan een ambulance opvragen. Geen reactie van mevrouw en dan gaan wij ook niet mevrouw uit het voertuig halen. Rijdt alsjeblieft prio 1. Rijdt alsjeblieft A1, ja dat is hem. Daar komt hij al. Dag heren, jullie zijn broers zo te zien. Ik heb hier een mevrouw aangetroffen, eenzijdig ongeval, jij trekt me gewoon uit de auto. Ja, kan gewoon joh, ik reed. Oh, die is dik. Grapje, mensen, niet boos worden. Maar het is wel zo. Wil nog iemand een perfecte overdracht volgens de S-bar van mij of niet? Nee, oké. In ieder geval, beste meneer, ambulance meneer. Jij bent de chauffeur trouwens. Oh nee, dat is chauffeur blijf. Oké. Okay. Wat was er ook alweer? Ja, deze mevrouw aangetroffen. Ja, laat me zitten hier. Ik heb hier toch geen tijd en zin voor. Mevrouw, het gaat u goed. Ik ga het voertuig afslepen, die kan er niet verder rijden. Lijkt wel tot hij over de kop is gerold hoor. We gaan de takel waggel vragen. En die mevrouw gaan we maar even... Ja, ze gaat nooit mee met de ambulance. We gaan een taxi vragen. We gaan haar wel nog even laten blazen. Voor zo snel als dat nog kan. Ja, ik krijg die taxi toch niet naar zwart. Jullie moeten me even zeggen hoe ik die taxis van oranje naar zwart krijg. Qua kleur dan. Ik ga traffic veranderen naar slowdown traffic. Nee, oh, stop, uitstappen. Dat gaan we niet doen. Nee. Kom. Dat gaan we niet doen. Je gaat niet verder rijden. Dat is niet verantwoord, dat kan niet. Je hebt een taxi naar huis, je was buiten bewustzijn. De ambulance moet je meenemen, maar dan ga je gewoon lekker met de taxi mee. We gaan de pionnetjes ophalen. Deze weghelft alvast vrijgeven.
Zo. Het verkeer mag weer gaan rijden op snelheid die ze hier normaal mogen rijden. Voertuig is afgesleept, mijn vrouw is meegenomen. Wij hadden nog even een rijbewijs moeten vragen en dan hadden wij echt een heel... Dan hadden we de melding perfect afgerond, vind ik zelf. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik ben tevreden over hoe we hem op dit moment hebben afgerond. En ik zou zeggen, op naar de volgende. Nogmaals, ik heb geen bijzonderheden vandaag om te melden. Soms wil ik nog wel... Ja, ik had laatst in een video, en ik weet dus niet meer welke, waarom sta ik hier trouwens, want ik heb dus gewoon... Heb jij wel een helm op? Ja, die heeft een helm op. Ik had dus laatst in een video gevraagd... Oh, daar kom... Nee, is kut. Ik wil alweer keihard naar rechts gaan. Laten we hier toevallig eens naar rechts gaan. Oh, juist tegenover. Wat zie ik daar in de achtergrond? Er zitten er twee te racen. Dat viel me echt niet op door twee witte stipjes op de kaart, hoor. We gaan eens snel kijken of we ze kunnen stoppen. Waar zouden ze heen zijn? Zullen we gewoon eens naar rechts gaan? Oh, kijk eens, daar gaan ze. Ik zie ze helemaal al niet meer, joh. Maar... Oh ja, wow, die gaat rood, geloof ik. Ja, die gaat rechts of de rood. Dat mag natuurlijk niet. Daar ging die tussen de voertuigen door. Die gaat er vandoor. Wow, die vliegt gek. Ja, tegen een boom aan. Toppen. Oké, ramt mij opzettelijk. SC graag een erbij voor een achtervolging. Eentje gaat de andere kant inmiddels op. Geen zicht, geen beschrijving van het voertuig. Ik zit achter een of andere, ja, lijkt een beetje op een Ford Mustang. De collega's zitten ervoor. Oh, collega's rammen mij. Gaat kijken hoe het... We overschrijden de branche-richtlijnen. Slippen de mandjes in de bocht. Ja, enkele één verdachte is er vandoor. Andere verdachte zit ik nog achter, maar die gaat mokertje snel, knalt wederom ergens op. Staat stil, rijdt weer. We gaan richting ziekenhuis. We gaan langs het ziekenhuis. Gaat als een gek. Collega's zitten erbij. Ga jij dan ook vandoor? Ik dacht al. Hij rijdt me er in principe uit op het moment dat hij vrije baan heeft. Als hij er eenmaal bij zit, dan hou ik hem wel bij. Maar als hij optrekken en zo, dan is hij weg. We hebben nog steeds zicht. Collega's gaan mij inhalen. Maar die knallen we ergens potnonde, jus collega's. Verdachte is inmiddels redelijk ver weg. Wij rijden met hoge snelheid over kruispunten. Gaat tot nu toe goed. Ik werd gepookt op Teamspeak. Ik ben die verdachte kwijt. Ik ga rechtdoor, maar het kan zomaar zijn dat hij ergens anders op is. Verdachte uit het zicht. We hebben geen zicht meer op de verdachte. We gaan terug. Is hem dat? Dat is hem niet, hè? Nee. We gaan een zoekactie starten in het gebied waar hij voor het laatst gezien is. Nee. Twee verdachten zijn ontsnapt. Verdachten. Wat is het eigenlijk? Geen idee. En die treffen we ook niet meer. We hebben geen kenteken. Misschien als we de dashcam beelden terugkijken. Mijn auto is mee gekapt. Is hij nou kapot? Ah. Nee, hij is kapot. Mijn auto is kapot, gek. Potmon, hier, mijn auto is kapot.
Ja, als we de dashcambeelden terugkijken, want die hebben we vast wel, dan kunnen we vast nog wel een kenteken achterhalen en dan kunnen we die eventueel de persoon waar we het langs achteraan zaten, kunnen we nog wel treffen, misschien op een thuisadres of zo. Hij gaat eigenlijk gewoon niet meer vooruit. Hij start nu wel. Krijg je hem niet meer in zijn drive gezet? Nee. Nee, oh stop. Oké, okay, hij is in ieder geval kapot. Wat wil ik nou nog zeggen? Ja, dat. Eigenlijk is het daarom wel heel belangrijk dat je zo snel mogelijk een hoe heet het, vraagt. Of het kenteken doorgeeft aan de meldkamer. Dat is ook een van de eerste dingen die ze doen. Kijk, nu in het echt lees je die kenteken makkelijker af dan die Amerikaanse kentekens hier in GTA. Doen we dit, bam. En we hebben een nieuwe. Deze gaat ook niet meer in zijn drive. Is mijn stuur dan gewoon kapot? Aha, oh natuurlijk. Wauw, kijk, dat is dus... dat wilde ik jullie zeggen. Want... Of dat wilde ik inderdaad. Ik ben echt aan het kloten nu. Maar toen net, want ik kan me niet meer herinneren of ik het nou heb gezegd. Ik kan me wel herinneren dat ik zei van... Ik vroeg jullie laatst in een video. En toen kwam ik ze erover tegen. Ik vroeg jullie laatst in een video dus. Van, hè, vinden jullie het... dat stuurtje is in beeld weg. Willen jullie dat we terug hebben of niet? Nou, en toen heb ik... Ik weet niet meer in welke video het was. En ik weet ook niet meer of... die video dus online is geweest. Dat moet bijna wel, want ik heb geen video's meer als backup staan om te uploaden. En ik heb daar geloof ik niet echt reacties op gehad vanuit jullie. Dus nogmaals de vraag, willen dat stuurtje weer terug in beeld, waar jullie dus zien hoeveel gas ik geef, in welke versnelling ik zit, hoe hard ik rij. Dat is niet gezond, hè, met dit voertuig rijden. Het voordeel is, als het weg is, van hè, je ziet wat meer van GTA zelf en niet als stuurtje. Het nadeel is dus, tot ik nu in dit geval in zo'n H-pattern zat, dat is dat je zeg maar voor, ja, dat schakelding wat ik niet heb, en dat ik dus geen idee heb, dat ik dus moest, dat ik dus even moest switchen. We gaan deze even aanspreken. Die gaat er vandoor, hè? Die gaat er zeker vandoor. En nu zijn jullie tips handig. Want laatst... Oh shit, ik wilde er langs. Ik dacht dat hij rechts stond. Laatst zeiden jullie in een video van... Ja, want nu heb ik dus geen achtervolging. Toen dacht ik van, hoe kan dat nou? Ik kan geen backup vragen. En toen zeiden jullie, je moet B ingedrukt houden om te melden dat je nog te volgen zit. En kijk eens, jullie zijn toppers. Ik lees de comments wel. Dus de achtervolging van een sportwagen. Het is inmiddels 2:30 blijkbaar in de nacht. We zijn overwerk aan het doen. Motor rookt hevig. Zwarte rook zou dus niet lang mee moeten gaan. Graag eentjes erbij, ja, dat is de volgende stap die we dan doen. Een collega vraagt om assistentie. We komen langs politiebureau, langs het hoofdbureau noem ik hem maar even. Audi zit erbij van een landelijke eenheid. Zolang die nergens opknalt, is die bij deze leidend. Ja, en die knalt nergens op. Hij maakt wel ruimte voor mij, of ja, het verkeer gaat voor hem aan de kant, waardoor ik lekker door kan. Voordat ik eens crasht en ik crash er ook op. Maandag uit, lossen we wel straks op. Shit, shit, shit. Ja, dankjewel voor het duwtje. Oeh, dat is flinke schade aan mijn Touran. De Audi sirene klopt niet. De Vito sirene klopte ook niet. Nee, ik weet het, sorry daarvoor. Stoeprandje mij pakken, gek, YOLO. Bot non-de-ju. In het echt waren we waarschijnlijk dood geweest. Of in ieder geval de airbag strijd. Maar GTA niet. En we zijn hem ook nog kwijt. Want nu gaat hij zeggen van ja.
Je bent te ver van hem weg, je kunt niet meer zien waar hij rijdt. Ik zie wel nog wat lampjes gaan. Maar ook deze. Zijn we kwijt. We krijgen een code Adam. Geen idee wat het is. Via de radio hoorden we assault. Dus een aanval, een mishandeling iets. Ik ga dus googlen terwijl ik rijd. Links vrij. Vermiste kinderen in de Verenigde Staten. Code Adam is vermist kind. Zou mogelijk een kindje vermist zijn. We rijden trouwens op een fietspad nu, YOLO. Het enige fietspad in GTA is dit, geloof ik. Buiten dan bij het strand. Ik neem aan dat dit fietspad is. Er staat niet echt een fiets op. Dit hier. Maar ik meen dat dit wel iets voor de fiets was. We moeten een stukje rijden, het gaat ook nog regenen. We zijn nog steeds bezig met de dienst. Hey, wake up. Ja, ja, ik weet het. Het is niet eens voor mij waarschijnlijk, maar ik heb Teamspeak niet uitgezet. Ja, natuurlijk is GTA tijd onlogisch. Nu ben je maar een kwartiertje aan het opnemen en heb je inmiddels van 7 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends in dat kwartier meegemaakt. We rijden nu dus echt prio 2, ja. Dus wel ingeschat als een ernstige melding. Maar niet om dan met toeters en bellen naartoe te rijden. En om er toch snel te kunnen zijn, omdat het toch is ingeschat als een ernstige melding, gaan we dus gebruik maken van de vrijstelling. En gaan we dus inhalen waar dat niet mag. De rood rijden. Waar dat niet uit, ja, wat uiteraard niet mag. En sneller rijden dan is toegestaan. Oh, moet hier ineens weer de snelweg af. Maar dan ga ik even snel kijken. Of dat ook sneller kan, beter kan. Dit is echt binnendoor, maar dat is ook op een zandweg. Zo, nou, ik wilde zeggen, als we nou vol de snelweg hier helemaal nemen en dan zo, dat is veel te ver weer. Dit is zo'n cadeau, noem ik het altijd. Ja. Of nee, ik noem het niet altijd cadeau, dus eerst keer dat ik het noem, zo noem. Maar in Brabant, meen ik, heb ik cadeau, dat is C-A-D-O. Staat er een cijfer bij. En ik vroeg me altijd af van wat is dat toch? En ik zie eigenlijk wel meer mensen die zich dat afvragen, wat is dat toch? En dat is geloof ik een punt waar hulpdiensten, in ieder geval meestal van de snelweg af kunnen gaan. Wat dus geen afrit is. En als het goed is, krijgen ze dus door via de meldkamer. Stel, meestal is voor, ja nee, het kan voor elke hulpdienst trouwens zijn. Van hé, je kunt, je moet prio 1 gaan daar naartoe, A1 daar naartoe. En je kunt bij Cado, C-A-D-O, weet ik het, 1.1 eraf, ik zeg maar iets. En dat wordt dan opengezet door de meldkamer. Of dat is altijd al open, dat durven we niet te zeggen. Dat is geloof ik een slagboom. En dan kunnen ze daar de snelweg af. Als ik het helemaal fout heb, dan ga ik dat tijdens het editen ook gewoon netjes in beeld zetten tot ik maar iets doms heb geluld. Maar voor zover ik weet is dat het. En er komt een korte beschrijving anders ook nog wel even in beeld van wat nou CADO is. Nou, hier links zou dus iets aan de hand zijn. Een assault. Of zoiets. Een vermissing. Kidnap. Wat? Oh, daar wordt een kind. Collega's. Ik kan geen achtervolging roepen. Stoppen. Er wordt een kind gekidnapt. Die wordt... Shit. Die wordt achter in dat busje getrokken. Of die is achter in dat busje getrokken.
en inmiddels meegenomen. Die gaan we dan ook klem rijden en gevuld dan met Touran inbeschakeld. Toch wel? Je wilt gewoon niet gaan. Nou, we zijn groen. Eerste plaatsen. Nou ja, schakelt wel. We zijn sowieso eerste plaatsen. Maar dat zet je nooit aan tijdens een vervolging. Maar goed. OC, achtervolging. En ik wil meteen... Eén collega vraagt me. Ja, misschien fout, maar ik weet niet. De Zulu erbij. Want het is een achtervolging van een kidnapper die zojuist een kind achterin heeft getrokken. Rijdt alsjeblieft prio 1. Hij rijdt recht op de collega's af, linksvrij, rechtsvrij. Kamal zit erbij, Zulu zit erbij. 2010, we hebben zicht op de verdachte. Dit is doodlopend als we het hier afzetten voor hem. En we moeten natuurlijk rekening houden met dat kind achterin. Hè? We rijden de snelweg op. Hij wil de snelweg. Er zit een kind los achterin waarschijnlijk. Dat is natuurlijk ook... Hoe kan het busje ons eruit rijden? We zijn niet zo snel met het toe. Ja, dat had ik ook wel. Collega's, houden dus rekening mee. Er zit een kind achterin. De Zulu vliegt hier boven mij. Ik kan hem alleen zien. Ik zie het kind zitten, het betreft echter een jonge dame van toch wel al een redelijk oude leeftijd, schat ik zo in. Oh. Hoe krijgen we dit voertuig nou stop? Ja, ik ga gewoon in de remmen. Hij duwt me gewoon er vanaf. Oh, 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 jullie zien het natuurlijk niet. Het stuur ging alle kanten op. Behalve de goede. Maar we hadden hem nog. Het schreef maar even uitgezet. Zal ik er nog een collega bij halen? De kans is wel dat GTA dan krijgt, maar ik ga er toch nog een collega bij vragen. Ik heb ze gevoeld dat de Kamar collega ermee is gekapt. Daar komen collega's met een andere Kamar voertuig. Ja, ja, voertuig slip. Kom op collega's, kom. Niet tegen hem aanbeuken. We krijgen hem bijna tot stilstand. Ja, stop. Pak hem, vuurwapen. Kamar schiet terug op hem. Hij heeft uiteraard op de collega's geschoten. Dus eigenlijk waarom ik niet direct op hem schoot, dat was mij onduidelijk. Mevrouw, uitstappen. Kom even uitstappen. Ook al ben je waarschijnlijk... Nee, mevrouw.
Ook al ben je waarschijnlijk het kind. Daar gaan we wel vanuit. Dat betekent niet dat je het busje in mag stappen en mag wegrijden. De game crasht. Ik spreek jullie zometeen om wel de video af te sluiten. Dus als je denkt van nou, boeit me niks meer. Ik sluit de video bij deze af. Zometeen. Zo. Voor de mensen die nog kijken, shout-out aan jullie uiteraard dat jullie dit nutteloze eind gebeuren, hoe noem je dat ook alweer, de outro of zo bekijkt. Nou, in ieder geval shout-out aan jullie. En ik ga jullie bedanken nogmaals voor het kijken en ik zie jullie graag op een paar dagen bij een nieuwe video. Wat het zijn, nog geen idee zelf. Ik ben inmiddels een beetje de dag van tevoren aan het opnemen en ik zie dan op die dag zelf wel wat het wordt. Dus... laat ons in de comment weten wat jullie echt nog graag weer eens willen zien. En dan komt dat waarschijnlijk niet over 2 dagen, maar wel binnenkort zo snel mogelijk. Dus speciaal dus voor de kijkers die nu nog kijken. Tot dan. Doei.